het naait van vroeger in de boffenstad. Een oom die onhoudelijk zegt. Door speel je als kind in je wereldje klaar. Al drum kom je door volk terecht. Verdijn is top, ik kon hij scheem de zebruik. Verdaan er is beenmeske weer. Of Sodom, Veendam, Hogezaand of Delfschiel. Toch steeds. Waar ben we? We zijn in de tweede mod. Tweede Exloer mod. En daar ben ik geboren. Zuiderduip 157. Een boerderij. Een boerderij. Was het ook een boerderij? Het was ook een boerderij. Het is, mijn opa had hem laten bouwen in 1923, toen hij 24 jaar was. Hij kwam uit Bunemond naar Bun. En toen is het raad met mijn oma en heeft deze boerderij laten zetten voor, ik meen, 8000 gulden. De hele boerderij. Ik kies je nou net meer voorstellen. Nou, dat is een mooi doel, mooie boerderij. Bernhardus komt uit Twaidemond, net even over de grup met Drenthe. De boerderij worden woonden, die staat er nog. Maar wie maakt de nijk om? Dan maar even kijken vanaf kaart. Bernhardus is bekend van nummers als Volk, Ik Daas Deur en van zijn nieuwe cd De Coöperatie met nummers over zijn geboortestreek. Dat was, nou ja, de vuurdeuren, maar dat kwam eigenlijk nooit aan de deur in. Dat zat hij achterom, achter het mutje door. En dan kost de klomp er nu dan en dan kost nog binnen. Dat is keuken erom. Maar ze zaten in de keuken, daar waren eten en eigenlijk het allerlei speelde zich af in de keuken, een woonkeuken. De room doornoost, als klein kommetje, is de lote bibaard, word ik als klein jonkie sluip. Toen mijn broer het huis uit ging, mocht ik naar boom. Dat was mooi, want omdat ik de enige was dat boom sluip, was toch een soort van eigen optrekje. Ja, dit was een vuurkomer, dat was een slopkomer. Eigenlijk was het helemaal niet zo'n, de woning niet zo heel erg groot. Het liep zo'n groot gebouw, maar het een beetje een nabouwwoning tegenwoordig. Het meer ruimte in huis, denk ik. Want dat, die boomstrompjes, dat is de zolder. En nou, daarachter de schuur, er stond nog een kapschuur achter. Ik zei net, het huis is gebouwd voor 8000 gulden. De draaierloter is een kapschuur achterkomen, die kost al 11000 gulden. Blijkbaar was het geen geld met de economie in 1927. Daarna kwam de crisis, toen werd het allemaal weer een stuk minder natuurlijk. Ook voor de boeren. Was je opa ook boer? Ja, die was boer. Mijn opa was boer. Mijn opa is dus begonnen hier en mijn pa is er bij een traat. Mijn pa kwam uit Zuid-Bargen bij hem. En die kwam mijn moeke tegen. Mijn pa was een oude vrijgezel, die was 36. En die kwam houden mijn moe van... hij kwam hier om een kou te kopen met mij. En mijn moe liep hier ook nog rond. Dus die heeft een dikke verkeering gekregen met zijn traat. Maar vrij lood dus. Dus die was ook boer. In eerste instantie ook nog met vee. Maar op een gegeven moment moest dan vrouw Gerouwen ze de melk op. Er ging een melkbus en zette bij de stroor en dan kwam er al een lijst om het op te halen. En dat huil op. Dus dan moest meestal overschokken op een melktank. Nou, dat was een dikke investering. En mijn pa die had al 40 jaar melk. Die moest er elke dag huur om te melken. Dus ik denk, dat was al dikke 50 of zo. Dus daar slag er een eind mee maakt. Toen was het een akkerbouwbedrijf. Buiten in Eerappels en Groen. Waarom ben je zelf gaan boer worden? Omdat ik er helemaal niet geschikt voor was. En dat het vrij snel duidelijk was, er ja, ik was een
Ik was een dreumetje en ik had twee linkerhanden. Ik mocht gewoon huis lopen, zo. Ik was er allemaal niks geschikt voor. Ik heb wel veel werk op boerderij, hoor, maar... Wat deed je dan? Nou, hier rappen kraam en bieten onkruidruur om. Stroobinnen om. Nou ja, ja. Op de trekker? Op de trekker rijden, dat was natuurlijk wel mooi werk. Maar dat andere, rappen knijden liggen in hier rappen kraam, ik vond het verschrikkelijk. Nee, het is leuk dat ik het doen heb, maar nee, dat was geen geschikt werk voor mij. Achteraf ben ik ook wel blij, hoor, want het is nogal een onderneming om boer te wezen tegenwoordig. Moest die dik in de schulden steken en het is allemaal onzeker. En het romantische is er wel een beetje af natuurlijk. Het is allemaal mechanisch. Dus ik heb er geen spiet van en ik denk dat... Dat het een drama worden was, eerlijk gezegd. Boer Bert. Boer Bert. Ja, met zo'n... Zo'n boerderij waar de vijver door de droogbladeren en het onkruid daar een dag uit de grond. Nee, dat was geen goud idee. Nee. Maar je pa was boer. Wat deed je moe? Ja, was uw vrouw. Dat was zo. Mijn vrouw en werken uit in dat tijd. Dat is in de tijd van als dan boornaast, dan moest toch gewoon opwonden als ging stralen. Dus dat was aan de mol eigenlijk. Vond ze dat jammer? Nou ja, dat denk ik wel eens, omdat ze zo ambitieus was in de jeugd. In de jonge jaren, dat ze echt verschillende boontjes had en de cursussen deed en dat soort dingen. Dus, nou, ze leek ook wel heel tevreden in haar huwelijk, hoor. Het was een gouden huwelijk. Ja. Veel aandacht voor de kinderen, omdat ze, ja, dat nam ze dan ook weer heel serieus, ja. Ze laat ze bouken over en zo. Nou, dat deed ook niet veel in dat hier, denk ik. Maar, ja. Nou, het feit dat we Nederlands praten thuis, was door, denk ik, kwam door ook voort. Dat vond ze dan belangrijk. Dat ik houd Nederlands leren praten. Dat vond ik heel stom, en dat vond de rest van de dorp ook. Want de dominee en de dokter praten Nederlands. En als dat dan, als normale mensen dat deden, dan was dat eigenlijk wies. En dan was je niks voor nodig. Oh, en nou is er ook nog een liedje in het Nederlands. Nou is het aan de mol. En achteraf is het, ja, ik weet niet. Het is net zo gauw de 2-2 gevoed worden. Dat is nou wel blijk, maar... En ik leerde het wel op stroren of school. Ja, verder praat ik eigenlijk nog in de Grunnings. Dus, Ja, er is wel een ander veranderd hier. Want we stonden nu midden in het knol. In het Zuiderduip. Vroeger was dit water. En... En daar was ook water. En daar was de brug, de barre. Mijn eerste cd heet Over de Barre. En dat betekent dus over de brug. Want als je op zo'n boerderij woont, dan woont ze eigenlijk op een soort eilandje. En als klein kind moest dus niet over de barre. Dus het moment dat ze zelfstandig over de barre moest, dat was, kostte wie de wereld in. En het schien dat ik de vrouw bij was, zeg maar, over de barre. Het zag er nou allemaal zo netjes uit, hè? Maar die huisjes, dat waren vroeger hele kleine huisjes. Ze hebben er van mijn, ze deed ook een muur omheen zet, zodat het wat groter is. Maar we waren een hele grote gezin, hè? Ik kan je ons niet meer voorstellen, mensen. Het is allemaal heel netjes. Er komen ook een elke nog in de wijk hier in de wijkbouw of in de bouw of zo. Dus ze hebben allemaal eigenlijk een huisbouw of opknapt. Maar het zag de vrouw er allemaal een stuk slechter uit. Echt. Mensen in barre omstandigheden woonden er meer, vooral in het begin ook. Nou ja, hier heb ik dus altijd, dit was mijn uitzicht, hier heb ik altijd tegenover woont. Dit is de pastorie. Hij is ontworpen door Jacob Prummel, die hier heel veel baarden in Tweede Mond. Eigenlijk alle gebaren, alle bijzondere gebaren binnen van zijn hand. En veel grote boerderijen ook. Ik moest naar de kerk. En, ja, ik had er net zoveel met Dummy. Ja, als kind wel, denk ik, maar dat was niet beter. En later. Nou, laat zo zeggen, sinds ik in Groenland ben ik nooit meer in kerk geweest eigenlijk. Maar toen is het uitvuur in kerk geweest.
neigt uw oor en komt tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Wat, dit is wel heel apart dat we nou de sleutel hebben van de kerk. Nou, kom erin, jongens. Houd maar af in de kerk. Vrouwen moeten wat uit de kop, mannen met bloot hoofd. Ik weet niet waarom dat is. En zo. Zo. Hier ben je lang naar het west. Hier ben ik al lang naar het west. Geweldig. Een mooi gebouw eigenlijk. En op zo'n bankje zet je. Ja. Het zijn hele lastige bankjes. Hele harde bankjes. Ik was net echt lekker in zin. En zo ook was dan om zo ver mogelijk achterin te komen, zodat de dominee net in zicht had. Dat kost dan een beetje proot om te breken zo. Wat ben nou de verhoren dat je als kind wat indruk maakte? Ja, nou de spektakelstukken natuurlijk. Daniel in de Leeuwenkuil en Roege Vroon waren er. Ik lees nog wat voor in de Bijbel. Ik heb de Grunningse Bijbel nu. Dus we gaan het vertolgen, laat je zien. En het is een. Dus eigenlijk staat alles erin. Het is een bouwk. Ook als de night in Leuven of zo. Dan. Echt houden meer zin in elkaar. Dat staat allemaal in de Bijbel. Met hebzucht en oorlog en. Incest en moord en doodslag. Alles komt er in vuur gewoon. Dus als je de Bijbel lezen is. Ik kan zien uit van wie smaken over oude meers in mijn concert. Dit is het doopfonds. Dit is ook, dit is toch mooi ontworpen, jongen. Dat deed ook allemaal doen. Hij deed ook al meubels en zo, Jacob Prummel. Ben je ook doopt? Ik ben, ja, we zaten gewoon, kijk. Hier ben ik doopt. Dat is apart. Kleuterschooljuffrouw, kleuterschool was hierachter, die zei tegen mijn moe van... ik was de verstrooide professor en ik was niet met brilletje op en ik was altijd een beetje naar waar. Druimetje was ik. En, maar die zei van, hij wordt burgemeester of dominee. Het is dan even komen, burgemeester kennen nog misschien. Maar. Is er ook een liedje over gemaakt? Over dominee, ja. Yeah. Nou, dat gaat over een boer die de dominee aanspreekt. Of nou een keer begint te regenen. Het stoeft al zo hier in de Pankelonis. Domnee, domnee, bid om zegen. En als dan toch verbinding is, vroeg dan ook nog maar om regen. Want het nog nooit zo druk geweest. Dat vind ik heel cool. Dat ik dat niet heb. Was je ook bang als kind voor God of voor de hel? Of... Ja, ik was wel bang voor God, joh. Het was, het is niet zo dat mijn ouders zo hel en verdoemenis predikten of zo. Maar gewoon het idee dat de ene die altijd zag en er een oordeel over kon hebben, vond ik al beangstigend. Het had geen blijmoedige toestand of zo. Ik kan me voorstellen dat er ook geleden binnen moest. Nou ja, dat was het idee altijd dat het dan troost en zo bracht. Maar voor mij was het helemaal niet zo. Ik vond het echt een bevrijding om te kunnen bedenken dat... er is ook een lijntje wat ik dus nooit leerde. Maar gedachten zijn vrij, niemand kan ze pakken. Zo'n Bertolt Brecht of zo, denk ik. En toen ik dat hoorde, dat toen... Dat had ik me echt een beetje verneukt. Ik dacht van, dat had ik groeien veel nodig als kind. Zo, wat er in die neus stond, hoorde dus van die rug en aan wat me nodig. Is er nog een dubbeltje? Ik heb 20 cent.
inflatie, hè?